Maar dan komt hij. Juran gaat op zoek naar de ware aard van zijn voorhoofd. Is de vliegveld? Hij wist het nog niet zo zeker. Bleek Juran's voorhoofd te zijn vervuld in mist. Snel werd 1 en 2 gebeld. Wat is uw noodgeval? Ja, hallo, hallo, ik heb een heel groot probleem. Mijn mond is in een rioolput gevallen. Oh ja. Sander komt wel rondrennen door gewoon zijn arm uit te steken. Sander nam hem mee en bracht hem in veiligheid. Kom maar bij papa, klein ding. Oh, nee. What the fuck? Nu is de penis goed ingebeurd. Is het gereed voor gebruik? Ik had niet door welk verhaal ik had. Kunnen Simon streamen? Je hebt nog niet eens streamt hij nog steeds? Nee. Oh. Maar het is ook zo cringe dat hij praat. Hij is dan in zijn eentje. Nee, dat niet. Hij is dus eentje en hij praat precies zoals hij ook tegen ons zou praten. Teammate, kom op! Oh. Dat is hoe ik dan. Ja. Anne, jouw berichtje toen hij die foto stuurde van het huis. Is die kompleren? Ik dacht ook, dit is misschien niet de beste omhang. Nee, dan was ik helemaal stil in de groep daarna. Ja. Je weet ook gewoon dat het is iets wat denk ik meiden niet zo snel zouden, wat ze als grap zouden zien. Ja, ja, maar zij leest het toch ook niet, Simon leest. Ja. Oh. Ik vind het ook wel mooi hoe dan Marco dat die toppie stuurt en als Simon die gif van die blowjob gewoon in één keer. Ja, wat is dat ook? Ik heb hem ook direct verwijderd. Ik denk, dit hoef ik niet te hebben. Waarom stuurde die dan? Oh, ik heb nog wel staan. Waarom stuurde die dan? Ja, dat weet ik ook niet. En dan Marco met het vraagteken. Ja. Ik heb die gif ook al verwijderd voor ja, mezelf. Ik denk, what the fuck is dit? Fijn dat ik hem ook nu na dan. Dat was echt heel grappig op mijn scherm, want ik per ongeluk dubbelklikte ik op mijn Chrome en toen zag ik ineens rechtsboven zie ik jou springen. Ja! Ik weet niet eens of ik Rocket League moet updaten. Heb je nog niet gekeken? Nee. Ja, ik moet ook nog updaten. Ja! Fucking Sander, jongen! Gooi hem dan! Ja, doe dan! Ja. Het ziet er zo raar uit. Voor al die handjes. Ik weet dat jij fout zit. I'm GC3, bro. Bro. Weer terugsturen. And I have a girlfriend, bro. I have sex, bro. Ik zit helemaal voor me dat hij dan in de linkerkant. Bro, it's looking like he a voice Gargamel. 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 Wie van jullie heeft City Film C? Dan ik. Oh. Wat echt een tryhard. Dat is ook zo dom, want ik daarna heb ik nooit meer gezwemd. Gezwemd. Ja, ik heb... Voor de stel. Oh ja, we hoorden het. Ja, dat jullie doorheen schreeuwen. Ben je meteen... Maar daarna heb ik nooit meer gezwemd, dus kan het eigenlijk ben ik heel slecht te zwemmen.
Maar ja, ik kan wel door een buis. Door een gat zwemmen. Tegen. Dat is hoe het voelde om de plasbuis te verlaten. Wat? Toen de tijd, weet je. Ik dacht oprecht dat je als baby zeg maar uitgeplast werd. Ik dacht, baby's komen volgens mij niet uit de plasbuis. Nee, dat klopt. Hebben vrouwen een plasbuis? Of niet? Sander, jij moet het weten, jij hebt biologie. Gaat er een plasbuis? Hebben ze een plasbuis? hebben ze een buis vanuit de plas? Ja, tuurlijk hebben ze een plasbuis. Waarom zouden ze geen plasbuis hebben? Plassen meiden? Poepen meiden? Gadverdamme. Hebben ze een poepbuis? Nou, ik weet dat Sascha poep, want dat is niet best. Dat is niet best. Dan kan je net zo goed even het huis van halen. Dat zijn die gouden wraps van Sander. Ja. Oh ja, de 35 euro wraps. Ja, 5 euro per wrap. Zit mijn vulva nog goed, jongens? Ja, hoe zit de vulva dan? Heeft die ook een kont? Heeft de vulva yes, ook een kont? Ik heb bronze rewards, let's go. Lol. Ken jullie die film, iets van Flushed Away? Ja, ja. Met die rat. Ik heb die film dus ooit gezien en ik vond het echt heel eng. En nu heb ik ook een soort van angst voor... ratten. Nee, voor... doorgespoeld worden. Doorspoelde ratten. Het is echt zo'n rationele angst. Stel jij zit op de wc en dan krimp je ineens en dan... Ja, shit man. Land je in de pot. Wat gebeurt dan? Ja, dan land je in de pot. Zie je mijn benen al daaruit steken. En dan spoelt iemand anders spoelt je door. Dan zit je te plassen. En dan krimp je. En dan land je in de pot. En dan komt Sander binnen. Ik duik erachteraan om je te redden. Nee, hoor je... Want als je in de wc landt en je krijgt opeens een explosie. Nee, je hoeft niet eens te krimpen om doorgespoeld te worden. Ja, ik ben er genoeg. Nee, springt die wc zo mee. Nee! Zo'n potlood. Perfecte vorm. Dat is gewoon duik. Nee, jij ziet dat niet. Jij gaat zo poepen. Ja, dat is minder grappig. Dat gaat wel echt te vaak over poep. Sam Gel. Oh, wat is... Oh! Die was lekker. Hij kwam zo hard klaar. 135. 35. Hé, hey, doei. Van mij. Ik heb geen boost. Ja, het is over. Niet lachen, ik had geen boost. Ze schoot hem naast. Hier. Nee, echt niet. Nee. Ik kwam gewoon niet bij, oké. Dit lied is gewoon goofy, weet je? Beetje goofy, beetje silly. Beetje goofy, beetje groovy. Beetje quirky. La 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 la. La 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 la. Baasje. Goeie baas. Oh, we laten Ron zijn ding doen. We laten hem zijn ding doen. Vuur! Cheat code. Cheat code. Up, down, left. Trigger. Hij was wel lekker. Right square. Mijn hele pink is blauw, Ron, wist je dat? Hoezo? Ik heb een bal tegen. Hij verandert in een smurf. Het begint bij de pinken. Dit is een teken. Pinkelen. Ja, leuk. Pinkeltje. Black boom.
Zie je dat al dat... Dat allemaal volle ochtend uit bed komt. Heeft hij zo'n wit mutsje op? Ja. Is hij gewoon een smurf geworden? Ben ik meest fucking goed in Rocket League? Ik ben Rocket League smurf. Ja. Ik ben gewoon niet smurf. De meest specifieke smurf ooit. Hoe word je daar gedukt? Ik ben niet raakt gedukt. Hem gewoon. Dit is de bal. Ik word echt helemaal weggetikt. Ja, wat is dit? Nee, 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 nee. Oh fuck. Dan ben je een drop. Nou, nu komt de goede drop. Wat? Anne liet een scheet en er kwam echt poep uit. Stuur me ook even naar Sander. Kom dan, wij gaan die foto namaken. Huh? Ik had dat niet eens, joh. Is dit dit is zonder filter, hè, toch? Ja. Ik ga het doen. Ik kan mijn ogen niet zo groot doen. Oké. Ik zit echt met tranen in mijn ogen hier. Ik kan het echt niet. Ja, boy. Boy. Hoe de fuck doe je dit? Wow, wat voor spookbeeld. Het woord moet mij ook wel leven. Hoe de fuck heb je opeens het licht ook uit? Ik ga mijn licht ook uit. Ik vond je als je profielfoto doet of wat. Wat zeg je? Cyclops. Ik heb echt geen goede foto's meer. Ze hitte niet meer als vroeger. Sander, niet van jou. Dat is de hollebolle grijs van papier hier. Wat is hollebolle grijs van papier? Wat? Wat is dit? Te veel detail. Jezelf, computer. Dit is geen filter, dit is mijn raarlijn. Oh, het wordt er niet beter op. Ik heb ook naar mijn moeder gestuurd. Ik zou morgen wel helemaal wakker worden en dan helemaal. Wat is dit? Helemaal bang.
Sander, jij lijkt ineens alsof je bij de Simon en Sam gang hoort. Ik lijk zo dik. Hoe kan dat? What the fuck? Peter Griffin's poertje of zo. Ja. Holy shit. Mafia. Ik dacht echt Tim Morpheus heette. Nope. 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 Hij heeft een boost. Nope. Wat? Je klonk gewoon heel clear en... Nope. En echt. Nope. Oh, ik moet lachen. Lukt het? Ja. Ik kan het niet. Nope. Voorhuid. Het klonk echt als een terrarium. Ja, lekker. Ja, like. Nope. Dat is een beetje open. Oh. I am here, I am here, I am here. I am here and I'm ready. I'm ready to... Ready to receive. I'm ready to receive. I am here. I am here. Ready to receive. Wat gaat hij nou doen, jongen? En ik mis hem ook nog. Wat een slecht vorm. Ready to receive. Wat doe jij? Heb je de bal? Oh, ik dacht, jij stond nog achter. Ja hoor, hij is naast. Lekker man. Nee, nee, nee. Ja, dankjewel. PSV 1. Nee, nee, nee. Je hebt ook een soort van zombies in de Himalaya. Niet waar. Dat is ook zo'n soort van mythe. Shangri-La. Hè? Hè? Ja, ja. Mm-hmm. Ja, dat is daar ook, dat is daar. Dat is van het lied van Gerard Jolang. Jolang? Ja, ik hoorde mezelf ook. Gerard Joling. Gerard Jolang. Evacueer het gebouw. Evacueer Sasha. Uit het wc. Wat heb jij met Sasha op de wc, jongen? Laatst ook al. Dat zei jij één keer en ik vond het zo random. Wat was het? Jij zei iets van, je moet niet na Sasha naar de wc gaan. Ja, dat was de vorige sessie. Nee, want toen zei jij laatst zei je ook iets over Sasha. Oh man, dat is hetzelfde. Dat was hierop gerecht. Ja, maar ik dacht toen, jij... Elke keer als ik een blonde vrouw zie, die heel lang is, denk ik... Mama? Mama? Nee, ja. Nee. Toch niet. Grappie, jongens. Gewoon... Zelfs Batman zou dit niet uit mij kunnen krijgen. Ja, maar. Ook in de sportschool. Zo'n lange vrouw. Fucking breed. Ja. Mama? Mama? Ik wil gewoon op hun schoot zitten, weet je. En dan de duim in de mond. Aan de tepel zuigen. Nou, dat denk ik er niet gelijk aan. Maar... Dat ze over mijn bol haaien. En dan zeggen van, je hebt het goed gedaan vandaag. Goeie jongen. Ja. En lieve jongen. Lieve jongen, ja. Ja, ja. Ja, jij snapt hem. Je hebt hem.